jongens en meisjes, zou ik u mogen verzoeken voor een moment even uw aandacht. En als het mogelijk is, wilt u dan gaan staan alsjeblieft, als u dat kunt. Dank u wel. Dames en heren, jongens en meisjes, namens FC Twente heet ik u van harte welkom in de uitgebouwde Vlosvesten. Vanavond spelen we voor het eerst een competitiewedstrijd van FC Twente met 30.000 toeschouwers in het stadion. Een historisch moment. Dit is gerealiseerd door veel medewerkers op de bouw die zich hebben ingezet voor de uitbreiding van het stadion. U weet allen dat er op 7 juli jongstleden een tragisch ongeluk plaatsvond op de bouwplaats, waarbij Dave Rijkamp en Peter Burgers op het leven zijn gekomen. Ook raakten meerdere mensen zwaar gewond. Voorzitter Joop Munsterman heeft hier voor aanvang van het thuisduel tegen AZ op 13 augustus samen met ons allen bij stilgestaan. Dat was een waardig en een indrukwekkend moment. Het raakte iedereen diep in het hart die op welke manier dan ook betrokken is bij de slachtoffers, de bouw en de club. Vandaag, 29 oktober 2011, is het een bijzondere dag. Niet alleen omdat de nieuwe tribune in gebruik wordt genomen, maar ook omdat de nabestaanden van Dave Rijkamp en Peter Burgers en de ruim 200 medewerkers van de bouw aanwezig zijn in het stadion. Zij zitten in vak 123. Die ervoor heeft gezorgd dat het stadion van FC Twente, ons huis, er fantastisch uitziet. Het is ongelooflijk wat er de laatste 2 maanden aan werk is verzet om het mogelijk te maken vandaag hier te spelen voor 30.000 supporters. Zojuist heeft de voorzitter Joop Munsterman de nabestaanden en de medewerkers toegesproken. Alle medewerkers van FC Twente, en wij weten zeker, u allemaal hier aanwezig in het stadion, hebben er diep respect voor dat na het ongeval dit bedreigde resultaat is gerealiseerd. Iets om enorm trots op te zijn. Dank jullie wel. En graag een applaus, respectvol applaus voor de medewerkers van de bouwplaats. Dank u wel.